Goedenavond allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Muzikantenpraat. We hebben seizoen 1 erop zitten, 8 hele leuke afleveringen en mensen aan de bar gehad. Dus er was genoeg reden om over te gaan naar seizoen 2. En we beginnen de eerste aflevering met Mira Burgers bij ons. En Mira is drumster. Dat horen we niet heel vaak. Want vrouwen zie je niet zo heel vaak achter een drumstel, helaas. Of je hebt mannen met lange haren. Compensatie, noemen ze dat dan. Hè? Maar hoe is dat voor jou? Krijg je daar vaak reacties op van, wow, stoer dat je drumt? Ja, nou ja, vooral bij audities of bij dat soort dingen kom ik binnen. Hè? Jij komt zingen? Ja. Ja, dat hoor ik eigenlijk heel vaak. Ja. En aan de ene kant vinden ze het dan heel tof dat als ik dan zeg, nee, ik drum. Ja. Ja, dan zijn ze eigenlijk een beetje verbaasd. Nou, wat vet. Dus ja, dat is heel tof. Alleen aan de andere kant kan het ook wel harder werken zijn. Dat is wel een beetje een mannenwereldje. Ja. En ik weet niet, soms kan het een voordeel zijn en soms ook een beetje een nadeel. Bij bijvoorbeeld een clinic of zo, als ik daar dan ben. Dat ze dan denken van, wat doe jij hier? Voel je dat wel een beetje, ja? Dat ja, mensen nou, zo denken? Ja, nou wel wat minder. Ja. Maar toen ik wat jonger was, wel af en toe, ja. Ja. Maar ja, ik vind dat er eigenlijk niet echt onderscheid gemaakt moet worden of zo. Nee, hoeft zeker dus, niet. Je ziet het alleen niet zoveel. Nee. Je ziet natuurlijk wel regelmatig een keer op gitaar of bas of ja, toetsen of iets. Met drums inderdaad niet zo. Nee, ja, nu wel steeds iets meer. Ja. Met Annika Nielis en of Naals. Ja, het begint wel hipper te worden, dat ja, wel. Ja, zeker. Ja. Maar hoe was het voor jou vroeger? Want volgens mij heb je een aardig muzikale papa. Zeker. Je werd een beetje met de paplepel erin gegooid. Letterlijk, met de paplepel. Ja, de papalepel. Met de papalepel. Ja, mijn vader is inderdaad muzikant, nog steeds. En er waren eigenlijk altijd muziekinstrumentjes in huis. En ja, ik kon eigenlijk alles kiezen. Gitaar, piano, noem maar op. Ja. Maar ik zat eigenlijk continu op tafel te tikken met bestek. En bij mijn moeder achterop de fiets met mijn handjes op de rug. Ja. En ja, toen wisten ze eigenlijk, denk dat het drum wordt. Ja, ja. En toen kreeg ik op mijn 5e mijn eerste drumkitje. Ah, cool. En toen wist ik eigenlijk, dit is wat ik wil. Mm-hmm. En dit is mijn droom. En vanaf toen tot nu eigenlijk was dat mijn pad van ik wil dit worden. Ja. En toen heb ik eigenlijk alle keuzes daarop gebaseerd. Middelbare school ben ik naar een cultuurprofielschool gegaan. Ja. Waar ze dus veel aan cultuur doen. Daar kon ik eigenlijk HAVO, heb ik niet gedaan. Omdat ik sneller naar een muziekopleiding wilde gaan. Mm-hmm. Vond niet iedere docent tof. Maar ik wilde gewoon mijn eigen pad volgen. Dus ja, dat heb ik toch gedaan. Heb ik geen spijt van. Toen ben ik namelijk naar Rock City gegaan in Eindhoven, ja. Muziekopleiding. Toen ik daar klaar was, wilde ik mijn eigen bedrijfje opzetten. Veel investeren in mijn eigen ruimte, lesgeven, clinics geven. Investeren in mijn site, goede video's naar buiten brengen. Ja. Niet gewoon even met een iPhone'tje, maar gewoon echt investeren in mics en dat soort dingen. Cool. En zodoende ben ik eigenlijk waar ik nu ben. Alleen dat gaat zeker niet makkelijk. Nee. Maar het is wel vroeg af aan al begonnen eigenlijk. Leuk. Ja. Hoe oud ben je nu? 22. 22, kijk. Ja. Dus je bent al wel een mooi poosje bezig. Ja. Ja. En hoe lang is het geleden dat je afgestudeerd bent? 2 jaar, zoiets. 2 jaar? Ja, 2 jaar geleden nu alweer. Dus je bent nu 2 jaar fulltime bezig met muziek? Eigenlijk wel. Dat is wel de bedoeling als corona. Natuurlijk. Ja. Ja, precies. Deze tijd is iets lastiger natuurlijk. Ja. Maar je bent wel gewoon aan het lesgeven, drumlesgeven. Zeker, ja. En sinds kort ben je bij de Cool Quest, hè? Ja. Nu een jaartje alweer volgens mij. Nu een jaar, kijk. Ja. Ik weet nog wel dat je toen vertelde van ik ga daarbij spelen. En vette tour gepland en dat soort dingen. Ja, en toen, klopt. Corona, yes. Ja, dat is balen natuurlijk. Ja, dat is zeker balen. Ja. Ja, het was zeker ook omdat ik eigenlijk vanaf de basisschool, vond ik die band al tof. Ik luisterde muziek en was gewoon helemaal mijn ding toen al. En toen ben ik ze eigenlijk blijven volgen en op die opleiding, Rock City dan, moesten we stage lopen bij verschillende dingen. En ik wilde dan bij de Cool Quest stage lopen. Maar vertel eens in het kort, wat is het voor band? Ja, nu maken ze vooral een beetje popmuziek. Ja, het begon eigenlijk toen ik er nog niet bij zat. Een beetje hip-hop, soul, funk. Ja. Nog steeds wel invloeden ervan. Maar vooral een beetje poppy hip-hop maken we nu. Cool. Ja. Leuk. Ja. Dat is wel helemaal jouw ding volgens mij. Hè? Zeker. Ja, ook qua hoe we dingen aanpakken. Details, op de details ingaan. Elke sound moet kloppen.
ja, gewoon echt op ieder klein ding ingaan totdat we zelf tevreden zijn, zeg maar. Ja. En dat staat me altijd wel heel erg aan, dat het gewoon zo moet zijn hoe jij tevreden bent. En dat gewoon goed moet zijn, zeg maar. En het vertrouwde plekje lekker achter de drums achterin, dat voelt helemaal goed. Ja, zeker. Je bent aan te sturen. Absoluut. Ja. Wat is voor jou de trigger eigenlijk geweest om te gaan drummen? Want je zei, ik was overal een beetje op aan het tikken en ik had veel met ritme bezig. Ja. Maar is het iemand die jou getriggerd heeft? Heb je iemand zien of horen spelen dat je dacht, wauw, dat wil ik ook? Ja, ja, natuurlijk meerdere drummers of drumsters. Maar eentje waar, toen ik vrij jong was nog, denk ik jaar of 8... toen zag ik de drumsolo van Oscar Kraal bij Anouk. Verdomme. Achter die grote glitterkit, die blauwe. Ja. En toen wist ik wel van, oké, dit is wel een van mijn helden. Ja. En toen hadden mijn ouders ook een cadeaules van hem gedaan op die leeftijd. Achter die glitterkit. dat was natuurlijk wel vet. Ja. En eigenlijk sindsdien contact gehouden met hem. Voelde een beetje als een mentor voor me. Ja. Natuurlijk veel meer drummers hoor, die dat zo voelden voor mij. Maar hij begreep mijn keuzes, zoals bijvoorbeeld niet voor de HAVO gaan of niet doorstuderen naar conservatorium. Ja. En dat is natuurlijk tof dat hij dat begrijpt en me daarin heeft gesteund. Ja. En daarom heb ik eigenlijk ook deze snare meegenomen. Ja. Omdat het is niet per se mijn favoriete snare of zo. En ik vind hem tof klinken hoor. Maar deze is, Oscar is dan laatst overleden. Ja. En veel te jong natuurlijk. Ja. En deze is eigenlijk meegeweest naar de begrafenis van Oscar. Oh ja, ik zag een filmpje voorbij komen. Ja. Ja, het was natuurlijk een hele trieste dag, maar ook wel een hele bijzondere dag. En daarom dacht ik, neem deze vandaag mee. En eigenlijk heel veel drummers, die hadden gewoon een snaartje mee. En op zijn laatste rustplaats, zeg maar, mochten we een stukje drummen. Dat was wel heel bijzonder. Oh, cool. Ja. Dus, en daar was deze snaar bij. Ja, die had ik meegenomen. Dan heeft het toch wel iets speciaals, zeker? Zeker, ja. Nou, mooi om dan in ieder geval zo'n afscheid te kunnen geven, inderdaad. Zeker. Helemaal als het jouw mentor of je trigger is geweest natuurlijk om te gaan spelen. Ja, ja, cool. Ja. Hey, even terug te komen op jouw bandje. Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want je bent gaan studeren, Rock City gedaan. Ja. Dat heb je afgerond. Ja. En dan val je eigenlijk natuurlijk een beetje in de diepe van... school klaar en nu? Ik wil spelen, maar hoe? Ja. Hoe gaan we het doen? Nee, dat klopt. Ja, omdat ik toen eigenlijk al halverwege dat ik bijna klaar was met die opleiding... wist ik eigenlijk al heel duidelijk dat ik dat bedrijfje wilde opzetten, zeg maar. Ja. Dus daar was ik eerst een jaar... ik had ook een bijbaantje erbij genomen om eerst even flink te sparen. Ja. Om dan die mics te kopen. En wat zie jij van jezelf als bedrijfje? Gewoon jezelf huren als... drummer? Als drummer zijnde. Okay. En clinics geven, workshops geven, dat soort dingen. En les geven natuurlijk. Ja. Maar ik wilde me dus eigenlijk op die manier een beetje in de markt proberen te zetten. Als zijnde van, is die niet van die Inspired By drum video's die ik bijvoorbeeld vaak plaats. Ja. Dat wilde ik eerst allemaal proberen in de markt te zetten. Zodat mensen me misschien gingen herkennen aan mijn stijl bijvoorbeeld. Maar om even terug te komen op de Cool Quest... Eigenlijk had ik op die opleiding dan een stage gelopen bij die band. Gewoon een dagje meelopen. Mm-hmm. En sindsdien hebben we elkaar eigenlijk, zijn we elkaar blijven volgen op social media. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van de manager van... wil je niet onze nieuwe drummer zijn of worden? Ja, natuurlijk. Nee, absoluut. Ja, dus dat wilde ik eigenlijk al heel lang. Ik dacht, als ik ooit bij een band wil komen, dan moet het eigenlijk gewoon deze band zijn. Ja. Ik had wel eerder aanvragen gekregen van bijvoorbeeld coverbands. Niks tegen coverbands natuurlijk, maar het is niet helemaal mijn straatje. Nee. Dus ik dacht, ik wacht net zo lang tot er iets op mijn pad komt wat totaal bij me past. En dat was dit. Was dit, ja, cool. En zodoende. Ja, tof. En want die oude drummer, die stopte ermee of iets? Ja, hij zat er al een tijdje bij. Volgens mij al 8 jaar of zo, maar dat weet ik niet zo goed. Maar hij wilde een andere richting op en zijn eigen pad volgen. Dus tof. En het bevalt goed? Ja, volgens mij wel. Hij is lekker bezig. Hij, volgens mij is hij vooral in de filmmuziek die hoek bezig. Dus heel tof. Echt nice. En voor jou, jouw plek? Die heb je helemaal... Ik ben er nog steeds ontzettend blij mee. En ik zou niks anders willen eigenlijk. Nee. Ja. Ja, dat corona nu weg is en dan lekker... Ja, precies. Gewoon lekker spelen en de tour dan echt een keer afmaken. Maar daar heb ik me nu ook wel een beetje bij neergelegd van... het is niet anders, helaas.
Want ik hoorde je net zeggen van we zouden eigenlijk natuurlijk een tour hebben naar Duitsland en Oostenrijk. Polen, ja. Polen. Die kant op, ja. Dat wordt natuurlijk nu verschoven. Maar het is dus wel een band die niet alleen Nederland bereikt, maar echt wel gewoon Europees impact heeft. Klopt. Dat is natuurlijk wel meteen een stap die je maakt eigenlijk als muzikant. Want veel mensen dromen daar natuurlijk van als muzikant zijnde. Ja. En jij wordt eigenlijk natuurlijk meteen in zo'n band gepropt van en succes ermee. Ja, dat is natuurlijk best wel spannend. Ja, dat is natuurlijk super spannend. Hoe ervaar je dat zelf? Heb je daar een bepaalde druk bij dat je denkt van ik moet wel meteen daar presteren, want het is echt wel meer dan een bandje. Ja, zeker. Of vind je het gewoon relaxed en denk je van kom maar op. Ja, nou ja, ook. Ja. Maar aan de ene kant, die band bestaat natuurlijk al 10 jaar en dan kom ik er als nieuweling bij. Mm-hmm. Ze kennen elkaar al super lang en ik ben natuurlijk ook de jongste. 22, zijn allemaal rond de 30. Oh ja. Dat is niet erg, maar voor bijvoorbeeld op deze foto terug te komen. Ja. Dit was de allereerste show die ik in deze band had. En dat was gelijk 3FM. Oh. Super nice natuurlijk. En ik vond het ook helemaal tof. Alleen, ik was knijt en zenuwachtig natuurlijk. Want ik ben nieuw en zij kennen elkaar. Die band is helemaal op elkaar ingespeeld. En 3FM, dus live op de radio. Het moet goed zijn. Ja. Ik moest mijn samples goed aanslaan. En dat is allemaal vet tof natuurlijk. Ja. En ik had er ook heel veel zin in. Maar ik dacht, dit is toch wel eigenlijk het begin... Ja, het begin. Vuurdoop. Ja, de vuurdoop. En dat was gewoon super nice natuurlijk. Maar ik was wel knijtertje zenuwachtig. Ja. Maar natuurlijk, in het begin was het wel echt heel spannend. Maar ik voelde me eigenlijk heel erg op mijn gemak gelijk bij deze band. Ja. En daardoor werd het steeds iets soepeler. En nu voel ik me eigenlijk helemaal thuis. Dus. Cool. En heb je voor jezelf dat je dan met sommige dingen ook de lat misschien te hoog legt? Dat je jezelf daar misschien een beetje mee in de weg zou zetten? Of ja, kan. Ja. Dat gaat me eigenlijk best goed af. Ik ben sowieso best wel perfectionistisch. Dus of dat nu in deze band is of gewoon de video's die ik zelf maak bijvoorbeeld. Ik wil gewoon dat het goed is. En aan die kant is het wel, ik ben perfectionistisch. Ja. Maar ik merk dat de rest van de band ook wel gewoon echt alles goed wil doen. En op details ingaat, wat ik al zei. Mm-hmm. Dus aan die kant versterken we elkaar denk ik daar alleen maar mee. Ja. En daardoor heb ik er niet heel veel last van. Of zo. Nee. Heb er geen rot gevoel bij dat je denkt van... Oh shit, we moeten volgende week 3FM. Nee, meer eigenlijk van ik heb er zin in en we gaan er gewoon iets leuks van maken. Ja. Althans, we doen ons best, zeg maar. Dus, heb je jezelf dat aangeleerd? Of? Ik denk wel dat het... Eerst had ik er wel last van, zeg maar. Ook tijdens dingen, als ik dan een fout maakte. Ik eigenlijk alleen maar op die fout aan het focussen was. Ja. Ik denk heel herkenbaar voor een hoop mensen. Ja, dat denk ik ook. En natuurlijk heb ik nog wel eens, omdat ik dan denk, shit, die wil ik gewoon goed doen, niet veel. Of proef. Maar ik heb eigenlijk naarmate ik dat een beetje losliet, vond ik het eigenlijk, het spelen ging ook veel makkelijker. En toen dacht ik, dat was een foutje. Ja. Dus even kut, maar gewoon even doorgaan. Ja. En dan gaat het wel steeds beter. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk meer om leren gaan en ook gewoon die fout maken natuurlijk. Ja, zeker. Je keihard, en daardoor juist van leren. Worden. Ja. Dan denk ik, shit, volgende keer duurt het natuurlijk nooit meer. Nee, precies. Hey, en vertel eens wat meer over jezelf qua drums. Want er zijn natuurlijk een aantal mensen die dadelijk kijken die jou natuurlijk gewoon kennen. Van je filmpjes en dat soort dingen. Maar er zullen misschien ook mensen zijn die zeggen... Hey, Mira, ik ken haar niet. Wie is dat? Nee, tuurlijk. Ja, zeker. Wat vind je tof aan drums? Wat voor stijlen speel je graag? En wat vind je belangrijk aan drums? Ja, qua stijlen... omdat ik al zei, dit is een beetje poppy hip-hop. Ja. Ja, dat vind ik tof om te drummen. Okay. Ik begon eigenlijk voordat ik... toen ik de opleiding begon, zeg maar... begon ik eigenlijk een beetje als rockdrummer... of fighters, die richting. Mm-hmm. Vind ik nog steeds gek, hoor. Maar ik merkte dat ik die sounds van hip-hop heel tof vond om te spelen... en die feel daarvan. Maar nog steeds funk vind ik ook te gek. Gewoon lekker groeven. Dus, groove is veel eigenlijk het belangrijkste. Ja, groove is wel belangrijk en sound vind ik belangrijk. Creativiteit ook wel, maar het moet natuurlijk wel het liedje nog steeds blijven dienen. Niet dat ik daar alleen maar creatieve dingen probeer te doen. Nee. Muzikaliteit vind ik ook erg belangrijk. Dat het gewoon, misschien moet je soms alleen maar een grooveje slaan en is dat wat je moet spelen. Nou prima, als dat de rest van het liedje versterkt. En, dat vind ik wel belangrijk. Ja precies, want je kijkt niet van... ik ga nou 4 maten lekker groeven en dan heb ik een maat mee. Precies. Dat doet je niet zoveel. Nee, tuurlijk. Als ik een keer even los mag bij een stukje, tuurlijk vind ik het superleuk om te doen. Maar het gaat mij ook meer
van hey, als ik merk bijvoorbeeld met Ilse, dat is de bassiste. Ja. Van hey, als ik daar bijvoorbeeld met mijn kick met haar patroontje mee kan gaan. Of een accentje meepak met de gitarist of ja. Noem maar iets. Vind ik denk ik net zo leuk dan dat ik even een dikke film mag spelen. Ja, precies. Dus gewoon eigenlijk het hele bandgevoel vind ik ook wel belangrijk eigenlijk. Ja. Dus groove en musicaliteit en sound is voor, jou eigenlijk het belangrijkste. Ja, denk het wel. Ja. Hey, jij speelt nou een tijdje op Tama spullen. Zeker. Waarom Tama? Wat vind je er cool aan? Ja, goede vraag. Nou ja, eigenlijk, ik vind Tama ook best wel divers. Dus ja. Je kan eigenlijk heel veel sounds uithalen. En bij de Cool Quest gebruik ik dan de Tama Hyperdrive Duo. En ja, dat is gewoon precies de sound die ik daarbij zoek. Gewoon lekker kort, stevig, punchy, veel attack. Natuurlijk ook de manier hoe ik het stem en de vellen en zo die ik erop leg. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg bij mijn sound passen waar ik het net over had. En heel divers. En ja, daarnaast gewoon goede kwaliteit en dat soort stuff natuurlijk. Maar ja. Ga je echt op zoek naar een sound of... Als je, laat me zeggen, één keer achter zo'n kit wordt gezet en je draait een beetje en denkt, wow, dit is vet. Laat je het daarbij of denk je van, nee, ik ga toch naar dat? Ja, nou ja, tuurlijk. Het is ook wel van, stel, ik heb ergens iets waarvan ik denk, daar zoek ik iets andere sound bij. Tuurlijk, dan ga ik wel kijken van, is het een beetje die richting? Ja. Maar ik weet wel een beetje, ja, die korte punch en attack vind ik heel tof. Bijvoorbeeld bij die hyperdrive. Ja, Jeroen bijvoorbeeld van Tama, die zei ook, denk dat deze kit goed bij jou past. Ja. Dan had hij ook zeker gelijk in. Dus eigenlijk, ja, even vellen, veranderen, even goed stemmen. En dan, oh ja, nee, dit vind ik niet tof. Nou, even een moonjelletje erop of niet. Dus eigenlijk... Ben je lang mee bezig vaak? Nou ja, eigenlijk bij die kit niet zo. Omdat ik hem eigenlijk al gelijk wel vet vond klinken. Ja, match was inderdaad. Ja. Dus ja, nee, in dit geval niet. Maar het ligt natuurlijk ook heel erg aan de kit zelf. Ja. Soms denk ik, het is nog niet helemaal mijn ding. En dan ja, weer een ander velletje. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk om daar mee bezig te zijn. Die kit, die ging je pas gebruiken toen je ook bij de Cool Quest ging spelen? Of heb je je kit daarop aangepast nog, op die stijl muziek? Ja, of? Nee, ik had het die kit al wel voordat ik hierbij speelde. Mm-hmm. Maar toen had ik hem eigenlijk al wel aangepast voor die filmpjes bijvoorbeeld. Die ik allemaal al online had gezet. Dus daar had ik eigenlijk de sound al wel op aangepast. En die sound die paste eigenlijk ook goed in deze band. Ja. Dus... Ja, ik heb hem wel daarvoor al gebruikt. Ja. Heel tof hoor. En als jij nou les geeft, hè, want je geeft aan, ik heb natuurlijk wat leerlingen en ik geef les. Ja. We hebben natuurlijk net besproken dat groove en sound en musicaliteit is voor jou erg belangrijk. Mm-hmm. Als je iemand les geeft, zijn dat dan ook de dingen die je altijd meegeeft? Of ben je juist iets meer met les vaak op het technische gedeelte? Beide wel. Ja. Ik, natuurlijk, als iemand Jobs bijvoorbeeld heel vet vindt. Ja. Tuurlijk, ik bedoel, dat vind ik juist tof als diegene dan een beetje zijn eigen identiteit probeert te ontwikkelen ook. Want er zijn natuurlijk miljoenen drummers. Nou, miljoen is misschien een beetje overdreven, maar veel. Ja. En ja, hoe kan jij als drummer zijn er nou opvallen daartussen? Ja. En dat probeer ik een beetje mee te geven. Stel, er zijn drummers die echt per se de tweede Dave Grohl willen worden. Ja. Prima, helemaal goed. Maar ik probeer ook zeker wel die musicaliteit en zo mee te geven. Dus bijvoorbeeld een keer zelf een liedje maken in plaats van met een liedje meespelen. Mm-hmm. Dus dat ze naast alleen drummen ook kijken van wat gebeurt de rest in de band. Of ze dat nou tof vinden of niet, dan laten ze het gewoon weer achterwege natuurlijk. Mm-hmm. Maar stel ze gaan in een bandje spelen, dat ze ook weten wat doet een bassist of wat doet een gitarist. Of... Speel je dan ook mee? Want je speelt ook gewoon gitaar en bas en Speel je vaak mee met lessen of niet? Nou ja, ik probeer vooral via Logic bijvoorbeeld een stukje te maken dan met hun. Want ik heb dan nog niet mijn bas of zo of gitaar in mijn ruimte staan. Nee. Maar wel gewoon loopjes bijvoorbeeld van een bassist of gitarist. Ja. Zodat ze daar ook meer leren groeven, zeg maar. Dus op die manier breng ik die groove weer een beetje aan het licht. Dus ik probeer het wel zeker te vermengen in mijn lessen, zeg maar. Ja. Het is toch leuk als je dan van die kids die helemaal... ik kan het natuurlijk van mezelf ook nog wel herinneren als klein manneke... dat ik helemaal idolaat was van mijn leraar... die destijds natuurlijk super vette dingen kon in mijn ogen. Speel je ook vaak met die kids mee? Ja.
Gewoon met z'n tweeën, je hebt twee kids daar staan. En twee kidjes, ja. Ja, eigenlijk een mannetje van 5, die heb ik elke zaterdag. Oh, leuk. En die, ja, die houdt niet van K3, zeg maar gewoon van stevige rock. Ja. En ja, dat vind ik natuurlijk leuk. En daar wil ik dan in meegaan. Ja. En ja, easy deasy, hoppakee, lekker hard aan en gewoon meedrummen. Leuk. En natuurlijk, als hij dat ene filletje dan nog niet heeft, vind ik niet erg. Nee. Dan ga ik proberen dat uit te leggen. En als je dan merkt, hé, je kan hem. En dan zie je hem helemaal glunderen natuurlijk. Ja, dat vind ik natuurlijk ook mooi om te zien. Dus gewoon lekker muziek hard aan en lekker meespelen. Ja, tuurlijk. Dus je moet gewoon lol hebben aan spelen. Ja, dat is belangrijk. Dat is natuurlijk. Ja. En wat zei je nu eigenlijk het als we corona even lekker loslaten natuurlijk. Ja. Wat zou je doel echt zijn? Want je hebt nu natuurlijk gewoon je band gevonden waar je al jaren van droomt. Ja, zeker. Maar wat is nou echt, wat zeg je nou, dat willen we echt graag bereiken. Dat vind ik echt gek. Ja, nou ja, eigenlijk was mijn doel inderdaad een band vinden en gewoon als drummer zijn en mijn geld verdienen. Dat is eigenlijk gelukkig gelukt. Ja. Nogmaals, zeker niet vanzelf en gewoon keihard werken om dat te bereiken. Dus eigenlijk is het voor nu mijn doel om die tour te kunnen doen en af te maken. En dan ga ik uiteraard, dan denk ik niet van, oh, nu is wel goed. En eigenlijk is het mijn doel om nog steeds te blijven verder ontwikkelen. Eigenlijk altijd. Ook al heb ik nu dan die band gevonden bijvoorbeeld. Of heb ik misschien daar die tour gespeeld. Dan wil ik mezelf blijven ontwikkelen en weer nieuwe doelen eigenlijk proberen te verzinnen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat misschien een beetje mijn doel is. Ja. Eerst lekker die tour afmaken en dan weer een nieuw doel zoeken. En als je mag dromen? Ja. Wat hoop je dan? Nog steeds bij deze band blijven. Ja. En daarnaast, misschien dat wel. Laatst had Mark Ronson een videootje van me gedeeld. Oeh. Met als tekst van, als we op tour mochten, dan mocht je mee. Oh, vet. Dat is op zich ook wel leuk om over te dromen. Dus ja, misschien dat dan. Ja, leuk. Ja. Tof, hè? En wat zou je mensen... Kijk, je hebt natuurlijk je opleiding gedaan. Ja. En wat zou je mensen echt meegeven die natuurlijk op zo'n punt zitten van 16, 17 jaar... Mm-hmm. Die moeten gaan kiezen voor middelbare school. Ja. En diegene zeggen, ik wil absoluut muziek maken. Mm-hmm. Wat zou je tegen diegene voor een advies kunnen geven? Ja, ik denk gewoon, doe wat je zelf wil en laat je niet per se... Natuurlijk, je mag wel met trends meegaan als je dat wil en als dat jouw keuze is, helemaal top. Maar ja, laat je niet van... Ik heb bijvoorbeeld zelf voor gekozen om bewust niet naar een conservatorium te gaan. Mm-hmm. En niks mis mee met conservatoria hoor, helemaal niks. Alleen, ik wilde gewoon zelf lekker aan de slag. Ja. Een diepe gooien en juist netwerken via verschillende drumdocenten en aan de slag. Ja. Daarom heb ik daar niet voor gekozen. En sommige mensen snapten dat niet en sommige wel. En ja, eigenlijk heb ik er nooit spijt van gehad. Anders had ik ook nooit bij deze band gezeten, denk ik. Nee. Dus ik denk vooral, doe gewoon wat je zelf wil. Ook al is dat misschien niet de meest geëikte weg of zo. Mm-hmm. Ik denk gewoon, doe wat je zelf wil. En keihard werken. Ja. Niet denken van, het zal wel... Veel uren maken. Ja, gewoon blijf hard werken en dan kom je bij je doel, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, het is gebleken. Gelukkig wel. Nou, tof. Hey, ik wil je in ieder geval super bedanken voor je tijd. Ja, jullie bedankt. Dat is echt tof dat je even wilde aanschuiven. Tuurlijk. En leuk dat we even een kijkje mochten nemen in jouw carrière. Geen probleem. Superleuk. Heel succes. Dankjewel. Ik hoop dat de tour in ieder geval doorgaat eind dit jaar. Ik hoop het ook. Ja, dat mogen we met z'n allen wel hopen dat we een keer naar een concert kunnen. Precies. Hey, en jullie dames en heren, super bedankt voor het kijken. En als jullie nog vragen hebben aan Mira, stel ze hier onder deze video. Dan gaan we die weer door posten naar Mira toe. En, zeker. Tot de volgende aflevering. Dankjewel. Ciao. Vond je dit nou ook een te gekke video? Klik dan hier voor meer video's. En klik hier om te abonneren op ons kanaal. Dankjewel.